Goeiedag, Al Jackson, hè? Erik van Al Jackson. Hoe ben je met de muziek begonnen? Eigenlijk een beetje uit hobby is dat geboren. Ik ben graag nummertjes opnemen in een studiootje thuis. En Lottie die, heb je een film gezien van Johnny Cash, geweldig, heel mooie film. En ik dacht van, we gaan een nummertje opnemen. Jackson was dat toevallig. I'm going to Jackson. Dat nummertje, dat was eerst een nummertje. En toen zijn we meer gaan opnemen. Op een gegeven moment hadden we ineens een repertoire van nummertje of 30. En toen dachten wij, dan gaan we een beetje de boer op, kleine partijtjes. En zo ben we een beetje begonnen. Heb je eerder band C? Ik heb vroeger bij Melrose gezeten, 23 jaar. Dus Okay. Dat is 0Z geweest. Daarvoor nog bij een jeugdbandje, Galaxy heette dat. Ook altijd 10 jaar bij, ook hartstikke leuk. Hun hebben net in plaat uitgebracht. Wist u dat wel dat Terry ook nog niet kan oorkijkt? Terry West? Terry, ken ik wel goud. Doe hem de groep. Terry, de groep Theo is het. Ik ken Theo nog van die tijd dat zijn vader nog kleermaker was. En ik heb er wel met mijn moe kwam, was Theo aan het komen aan het spelen en aan het zingen en zo. Maar ja, Theo ken ik hoog houden. Heel laag. Oké. Okay. Dus had de Jong van Gras zeker bij? Ik heb vrouw gespeeld met Albert Gras. Zanger Melroos Joorn, Joorn of Tine Helm ongeveer. Ik ken zo Dickie Pomp ook wel. Dickie heb ik Joorn met Spool. Dickie heb ik nu meer dan 30 van de Joorn met Spool. Ja. Dickie heb ik contact met. Ja. Zijn pa en moe, die ken ik hartstikke goud. Dus, heb je ook cd's gedragen, denk ik? Nee, we hebben gewoon, wie ben ons Al Jackson, gewoon cd's. Ik brand wel eens een cd'tje voor mensen liefhebbers, hè. Als ze het leuk vinden, brand ik wel eens een keer een cd'tje. Met jullie eigen nummers? Er stonden geen eigen nummers op, nee. Gewoon de nummers waar we deurden stonden erop. Maar wie wil nog wel eens een keer een leuk eigen nummertje uitbrengen of zoiets. Nooit zo bekend, maar gewoon voor Radio Noord. Liek ons hartstikke leuk. Ik heb nog wel een mooi nummer. Misschien kun je duo, die twee. Of mee, ja, dat zegt me wel wat. K2, ken je dat? K2, nee. Dat Bartje zegt... Kruisinga en Evert en zo. En Adam Tabak en Elsie Dorma, die kist ook wel. Dat bent wel bekende naam. En er staat een tekst op op Harry Bosje. Er is ook een YouTube kanaal van mij. Juist. Ben en Wolle. Maar deze is in Grunners. Zoals toen Grunners kan zijn. Ik heb al Grunners zijn, ja. En als ik die... Is toe Facebook? Ik heb wel Facebook, ja. Hoe was je op Facebook? Erik. Nou, ik heb zelf geen Facebook. Lottie Badhoorn, Lottie heeft Facebook. Nou, was toen nog een... Vlogger Bosje, van om een berichtje stuurst. Vlogger Bosje, is dat met dubbel SSC? Start op koortje. Oh ja, juist. Ja. En dan wil ik die weer bedanken voor dit interview. Nou, graag gedaan. En ik hoop dat mensen er een beetje van hebben genomen. Kun je deze nummer ook zingen? Engelbewaarder is dit, hè? Ja? Ja, die kennen hem nooit. Die doen alleen nog Amerikaanse muziek, hè? Maar ik vind het een geweldig nummer. Oké, dan bedank je wel. Tot ziens, hè?